tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Je tong verloren? Ik begrijp u niet. Hoe komt u hier nou weer bij? Je geeft me geen antwoord op mijn vraag. Is het waar of is het niet waar? Dat zeg ik toch? Ik begrijp u niet. Hoe komt u hier nou bij? Hoe ik erbij kom? Wat denk je? Ik weet het al. Anita Dendermonde heeft het u verteld. Waarom zou Anita mij zoiets zeggen? We hebben ruzie. Echt heel erg stom. Nu wil ze zich natuurlijk wreken op mij. Ja, ja. Dat had ik wel van haar gedacht, zo is ze wel. Je hebt me nog geen antwoord gegeven. Is het waar? Nee, natuurlijk niet. Dit is een verzinsel van Anita. Echt waar. Ik hoop niet dat je liegt. Ik neem aan dat je weet hoe je vader zou reageren als hij erachter komt dat jij al tijden een verhouding hebt. Onder zijn neus, notabene. Ja. Ja, nee, daar moet ik ook niet aan denken. Heeft u al met hem erover gepraat? Nee, nog niet. Maar als het waar is, dan vind ik dat hij het moet weten. Het is niet zo. Je zult hem veel verdriet doen als je liegt. Ik lieg niet tegen hem. Er is helemaal niets aan de hand. Waarom blijft hij hier toch over doorgaan? Omdat jij mij niet overtuigt. Dat is dan uw probleem. U bent mijn moeder niet, ik heb niets met u te maken. Waarom gaat u niet terug naar Amerika? Daar is uw dochter, niet hier. Dag. Wil jij de kaas op? Klinkt dat eng? Zou je daar nou niet mee naar de dokter gaan? Het gaat er wel weer over. Ja, moet je kijken. De prachtige gebouwen. Is dat Barcelona? Ja, dat is van die architect, hoe heet hij ook alweer? Antonio Gaudí. Die leefde eind 19e, begin 20e eeuw. Hier, kijk. Hij heeft ook meubels ontworpen. Dan zou die oude Albert eens een keer een kijkje moeten gaan nemen. Ik wou dat we morgen al weggingen. Nog even wachten. Ik heb het bijna voor mekaar. Als ik aan iemand zijn kop denk, als ik straks mijn ontslag indien, moet nou al lachen. Jeff, heb je even tijd voor me? Is het belangrijk? Het gaat over die Jan. Nou, dat is belangrijk. Wat is er met haar? Ik weet niet of ik het je zeggen moet, maar ik vermoed eigenlijk dat ze... Ja. Je moet niet boos worden, maar ik denk dat ze stiekem een verhouding heeft met Mark. Je denkt wat? Ik heb het er met haar over gehad en ze ontkent het, maar toch... Nou, als ze het ontkent, zal het wel niet waar zijn. Ja, of wou je soms suggereren dat die Jan liegt? Ik weet niet. Mijn intuïtie zegt me dat ze... Mijn intuïtie? Je ziet spoken. Nee, nee, ik ben er bijna zeker van. Weet je wat ik denk? Dat jij door de affaires van Robert bent gaan denken dat iedereen zo in elkaar zit. Nee, helemaal niet. Maar ik heb wel door Robert geleerd om mijn ogen te gebruiken. En als ik zie hoe Mark en Dian met elkaar omgaan... Onzin! Dan... Je beeldt je iets in. Dian doet zulke dingen niet. Als iemand open en eerlijk is, dan is het Dian. Ik ga naar bed. Jeff, ik heb het alleen maar tegen je gezegd omdat ik niet wil dat je weer opnieuw gekwetst wordt. Als het zo is, dan kun je het toch beter ook maar zo snel mogelijk weten. Weet je wat ik langzamerhand begin te denken? Dat niet jij, maar Robert het slachtoffer is van jullie huwelijk. Al die affaires van hem. Misschien heb je je die ook maar ingebeeld. Welterusten. Probeer je het wereldrecord slapeloze nachten te vestigen? Nee, ik ga zo naar bed. Ja, dat zei je 2 dagen geleden ook. Ik zeg wat. Huh? Ja. Laurel en Hardy zijn op televisie. Zullen we kijken? Ik ben nu eventjes niet in de stemming. Lachen, het ontspant. Het is goed voor je. Het is allemaal heel goed bedoeld, maar ik ben nu met iets bezig. Dus mag ik misschien doorwerken? Ik weet wel, het is heel erg dat die mevrouw dood is. Maar het heeft toch geen zin dat jij je doodwerkt? Wij moeten erachter komen wat het is. Want anders kunnen er nog veel meer mensen doodgaan. Het lab is ermee bezig, dus ik moet ze zoveel mogelijk informatie geven die ik kan vinden. Mag ik nu verder? Goed.
Wil je dan misschien koffie? Ja, dat is wel een goed idee. Ik moest wel liegen tegen tante Laura. Vreselijk. Waarom mogen ze niet weten dan? Zo erg is het toch niet? Ze begrijpen het gewoon niet. Ja, en als ze het dan al weten, wat dan nog? Dan zouden ze jou het huis uitzetten. Waar zou er kapot van zijn? Jan, je bent toch geen klein kind meer? Hij begrijpt toch zelf ook wel dat je langzamerhand doet wat je zelf wil? Zo denkt hij er niet over. Verliefd, verloofd, getrouwd, dat is zijn idee. Ja. Als je van hem houdt, dan moet je eerlijk tegen hem zijn. Dat is echt het beste. Maar ik wil geen ruzie met hem. Daarvoor hou ik te veel van hem. Ik wil jou ook niet kwijt. Ik ben al laat. Het is wel een spannende dag. Ik ga vanmiddag naar die bank toe. Goed zo, laat ze maar flink betalen. Ik zal mijn best doen. Ik zag Arnie net wegrennen. Is die courier geworden of zo? Nee, hij is een bedrijf begonnen met Tim. Een computerbedrijf. Tim heeft een programma uitgevonden voor blinden, waardoor ze het beeldscherm kunnen voelen of zo. Is dat voor mij? Oh, ja. Ik heb allemaal teksten voor je geschreven. Het platteland is zeer inspirerend. Ondergaande zon aan verre wijdse einders. Wil je koffie? Staat daar. Oh, ja. Haar blonde haren als wapperende herfstblaren vergeten in de wind. Oh, Mick, het is prachtig. Ben je daar soms verliefd geworden of zo? Nou, een beetje. Maar ik heb natuurlijk vooral aan jou gedacht, hè, toen ik die liedjes schreef. Dat is lief om te zeggen. Wat vond Dick van Vleuten er eigenlijk van? Heb je al muziek bij dat eerste liedje? Dick is lastig. Hij zit geloof ik meer achter mij aan dan achter uw liedjes. Maar ik zal eens een afspraak maken dat jullie elkaar eens kunnen spreken. Maar wat vond hij er nou van? Je hebt het nog helemaal niet gehoord, hè? Nee. Ik zal het je eens laten horen. Ik ben zo benieuwd wat je ervan vindt. Ze was een ster in haar gedachten. Van daaruit putte zij de krachten om wat haar levensweg versperde zomaar af te slachten als een zwijn. Ja, ja, fantastisch. Ja? Gek, ja. Ja, alleen Dick vindt die laatste zin niet goed, dus niet commercieel. Oh, waarom niet? Het is niet romantisch genoeg, zegt hij. Is dat dan voor ons in? Die muziek is toch romantisch? Ja, nou, dat vind ik ook. Dus daarom moeten jullie maar zo'n goed gesprek hebben met elkaar. Dian, wacht. Wat is er? Waarom wacht je niet? Ik weet je best, trut. Wat weet ik best? Waarom heb jij je mond niet gehouden over mij, Mark? Ik heb wel mijn mond gehouden. Ik heb het per ongeluk tegen Simon gezegd. Sorry. Ik had het al gezegd voordat ik het me kon realiseren. Ik kon er niks aan doen. Hoe weet je het trouwens? Simon heeft beloofd het niet door te vertellen. Dan heeft hij zijn belofte gebroken. Laura weet het ook. Heeft hij tegen Laura gezegd? Dat had ik nou echt niet van hem gedacht. Misschien kun jij voortaan beter eerst op 10 tellen, voordat je er iets uitgooit. Het spijt me. Weet je vader het al? Mijn vader? Nou, ik hoop het niet. Maar als het aan jou ligt, dan wist de hele wereld het al. Dus waarom hij niet? Dat is niet waar. Het was helemaal niet mijn bedoeling om het door te vertellen. Wat jouw bedoeling dan is, dat interesseert mij niet. Ga weg, ik wil niks meer met je te maken hebben. Hallo. Goedemorgen. Zal ik ontbijt voor je maken? Nee, dankjewel. Ik doe het zelf wel. Ik ben op energiedieet deze week. Ontmoet van Jan Henk. Oh, Jan Henk. Hoe is het daarmee? Ja, ik zou het niet weten. Ik heb voor het laatst gezien toen hij Trix naar het ziekenhuis bracht. Het zou wel niet meevallen om in je eentje te trainen. Ja, het is moeilijk om die discipline op te brengen zonder iemand die je ertoe dwingt. Ja. Maar ja, er zijn mensen die het wel kunnen natuurlijk, maar zo ben ik niet. Nou, probeer maar aan de wedstrijden te denken. Als je een concreet doel voor ogen hebt, dan is het makkelijker. Ja, als je naar die selectie kan komen. Ja. Oh, sorry. Zenuwen.
Ja, ik zal het je maar meteen vertellen. Er is iets vervelends gebeurd. Oh ja? Ja. Ik heb tegen Jef gezegd dat ik de indruk heb dat jij en Dian iets met elkaar hebben. Iets dat verder gaat dan een gewone vriendschap. Ik en Dian? Wat een onzin. Komt u nou naar mij? Ja, ik had de indruk. Maar Jef geloofde me niet overigens. Ja, terecht. Ik heb een beetje spijt van. Ik heb het recht niet om me met jullie te bemoeien. Ja, maakt niet zo heel erg veel uit, maar ze zich me geen verkeerde dingen in hun hoofd haalt. Nou, misschien ben ik een beetje te ver gegaan. Jef is nou wel wat achterdochtig geworden door mij. Nou, wat dan nog. Hij zal niks vinden om achterdochtig over te zijn. Toch? Goedemorgen. Hey, hallo. Goedemorgen. Sorry, ik moet even de wegenwacht bellen, want mijn auto heeft het begeven. Die kan me niet in de stad waar je zelf woont, weet u dat? Dan moet u de garage bellen. Dat is toch veranderd? Gelukkig gaan wij niet met de auto naar Spanje. Hoezo? Gaan jullie met vakantie? Nee, niet nu. Als Johan klaar is met zijn stageperiode. Oh, als Johan klaar is. Ja, dan gaan we weg. Voor de hele tijd, hè, Johan? En waarom weet ik daar niks van? Ik moest het u nog vertellen. Wanneer had je dat willen doen? Het duurt nog een hele tijd voordat ik klaar ben. Maar dan ga je er vandoor. Is dat de bedoeling? Ja, vandoor. Met zo'n reis doet hij een hele hoop ervaring op. Dat is toch belangrijk? Ja, alleen denk ik niet de ervaring waar wij nou op zitten te wachten. Een jaar lang gratis opleiding, geld toe. Daar willen we natuurlijk wel wat voor terugzien. Gratis? Ik heb toch voor u gewerkt? Zolang je in opleiding bent, kost je alleen maar geld. Besef je eigenlijk wel wat voor een investering dat is voor een bedrijf? Ik wou nog wat van de wereld zien. Is dat zo gek? Hij heeft het al helemaal uitgedacht. En ik ga mee. Ik moet bellen. Ik spreek jou nog op kantoor. Dag, meneer Albert. Moet hij zeggen dat u wat later komt? Nee hoor. Over een uur op mijn kamer. Begrepen? Ik kan het een beetje zachter, alsjeblieft, zeg. Ja, dat moet jij nodig zeggen. Bedankt, hoor, dat je het doorvertelt aan Laura. Wat heb ik doorverteld aan Laura? Van Dian en Mark natuurlijk. Dat ben je toch niet vergeten? Dian is woest om me. Ze wil helemaal niks meer met me te maken hebben dankzij jou. Mag ik misschien even? Ik heb helemaal niets aan Laura verteld. Maar dan ook helemaal niets. Dus als ze het weet, weet ze dat via iemand anders en niet via mij. De dochter van mevrouw Van Velsen is er. Oh ja, dank je. Zeg maar dat ik eraan kom. Van wie kan Laura het dan gehoord hebben? Ja, dat weet ik niet en dat kan me ook helemaal niks schelen. Misschien wordt het tijd dat Dian eens eerlijk is. Hey, jij makkelijk praten met je eerlijkheid. Je bent geen kind van Jef Alberts. Oh, Jef Alberts, ja. Dat is de grootste boeman die er bestaat. Ja, en loop nou niet weg. Heb je het echt niet verder verteld? Zweer je net? Nou moet jij eens eventjes heel goed naar me luisteren, want ik heb helemaal geen zin in deze onzin. Daarbinnen zit een vrouw op mij te wachten die van mij wil weten waarom ik niks voor haar moeder heb kunnen doen. En jij vraagt aan mij of ik hier met mijn vingers omhoog ga staan om iets onzinnigs te zweren. Nee, daar heb ik helemaal geen tijd voor die onzin. Dian Albert. Hallo met Anita. En niet meteen neerleggen. Ik heb net met Simon gepraat en hij weet van niks. Dus Laura moet het wel via iemand anders gehoord hebben. Ben je alleen? Kun je praten? Nee. Mijn tante de spionne komt binnen. En hoe is het thuis? Heel goed. De zaken gaan goed. Je vader moest als nieuwe tweede man van de exportvereniging een toespraak houden. Nou, Bolf, je had er de pest in, hoor. Goed zo, leert hij van. En hoe is het met mijn moeder? Die leeft helemaal op. Die werkt bijna twee keer zo hard als je vader op de werkerij. Nou, mooi. Is mijn schorsing dus niet voor niks geweest? Alles heeft een doel in het leven. Waar haal jij de wijsheid vandaan, zeg? Je lijkt wel een oude kerel. Kom van de wijsheid van de polder, hè? Dan ga je van nadenken. Ik dacht dat je daar te hard voor moest werken. Even tellen, dus hoe is mijn Boukje? Ja, die vond het niet zo leuk dat ik wegging. Ja, jij? Hoe vond jij dat je er niet meer ziet? Ja, het werd allemaal een beetje te... Nou ja, ik dacht dat het beter was dat ik maar weer eens opstapte. Oh, werd je verliefd op haar? Had je er beter kunnen blijven? Nee, je moet niet te lang ergens blijven zonder duidelijk doel. Je moet een doel stellen in het leven, dan moet je naartoe werken. Heb ik je toch iets geleerd? Ik weet dat u heeft gedaan wat u kon voor mijn moeder. Sorry. Nee, dat geeft niets. Rustig maar. Ik begrijp heel goed hoe u zich voelt.
En ik zou willen dat het allemaal anders gegaan was. Moet dat nou echt, die autopsie? Ik vind het zo'n vreselijke gedachte. Uw moeder is vrij plotseling overleden. Zoals u weet kreeg ze het ineens benauwd. Ze was een KA-patiënte. Maar wij vermoeden dat ze iets heeft ingeademd. We weten nog niet precies wat, maar waarschijnlijk een onbekende giftige stof. Als dat het geval is, betekent het dat dat nog veel meer mensen kan overkomen. Het zou ons ontzettend helpen, die autopsie. En misschien is het een troost voor u als u zich bedenkt dat u daar mensenlevens mee kunt redden. Ja, ik weet dat mijn moeder het graag gewild zou hebben. Ze stond altijd klaar om te helpen. Maar voor haar is het nu te laat. Ik kan er niks aan doen, maar zo denk ik erover. Ik begrijp heel goed dat u zich zo voelt. Maar u zou toch ook niet willen dat de mensen sterven die geholpen hadden kunnen worden? Nee, dat wil ik ook niet. Ik kan me alleen nog maar nauwelijks voorstellen dat... Ja, u moet nog een beetje aan het idee wennen. Dat is ook heel logisch. Dat is moeilijk. En als u mij nodig heeft, dan kunt u altijd langskomen. Oké. Ja? Ik hou u op de hoogte. Dank. Ingrid, ik wil verder niet gestoord worden. Geen telefoontjes, alleen voor spoedgevallen. En bel even een koerier voor 4 uur. Hij moet wat gegevens naar toxicologie brengen. Hey, mijn assistente zei dat ik je hier kon vinden. Ik wilde me spreken. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik je er lastig mee mag vallen. Het is iets persoonlijks. Daar hoef je je niet voor te schamen. Je had ook gewoon op het spreekuur langs kunnen komen. Het is heel begrijpelijk dat je in jouw omstandigheden last krijgt van stress. Ik zie al dat je een reden hebt bedacht voor mijn verzoek, maar dat is het niet. Het is iets anders. Gebruik die andere pil? Waarom wil je dat weten? Laura had het er gisteravond over. Nou, een beetje onzin natuurlijk. Ze beweerde dat Dian met Mark naar bed zou gaan. Belachelijk. Maar het zit me toch dwars. Ik had hier vanochtend de bespreking en dat bleef me door mijn hoofd heen malen. En toen dacht ik ineens, als ze de pil gebruikt of zoiets, dat ze dan waarschijnlijk eerst bij jou zou zijn langs geweest. Ja, ook al zou ik het weten, dan kan ik er toch niet met jou over praten. Dat is beroepsgeheim. Dus het is waar. Dat zeg ik helemaal niet. Je had toch ook nee kunnen zeggen? Dan had ik geweten waar ik aan toe was en jij had geen vertrouwen beschaamd. Jij weet net zo goed als ik dat ik daar niet over kan praten. En bovendien, wat zou mijn nee betekenen? Ze kan toch ook condooms gebruiken? Dat is wel zo veilig. Ja, nou, volgens mij weet jij er meer van. Zeg eens, wat is er mis met me? Ik heb de laatste tijd steeds het gevoel alsof alles buiten me omgebeurt. Dat de mensen die het meeste voor me betekenen dingen voor me geheim houden. Waarom praat niemand met me? Ben ik echt zo bot als ze zeggen? Sorry. Sorry dat ik me zo laat gaan. Die stomme Jeff. Hij denkt zeker dat de slavernij nog steeds niet is afgeschaft. Ja, wat kan mij het schelen. Binnenkort ben ik van hem af. Daar ben ik weer. Ben je nou lang weg geweest? We dachten dat je gisteravond thuis kwam met mijn hele avond op je gemak. Nee, Jan, ik stik bijna. Hey, dat is lang geleden. Hoe is het met je? Ja, goed. Dank je. Kom je hier nou wonen? We hebben ruimte genoeg en ik kan heel goed koken nou. Toch, Johan? Beter dan mijn hospita. Oh, dat zegt nog niks, hoor. Hé, hey, hou je in, hè? Anders krijg je hier niks van. Hé, hey, wacht. Ik heb het voor je meegenomen. Van Daniels moeder heeft het zelf gemaakt. Het is hartstikke lekker. Oh, wat leuk. Kan ik het recept niet krijgen? Weet je, ik heb een tijd geleden ook een zwiete aalbessenjam gemaakt. Maar mijn broertje dacht dat het lijm was. En toen heeft hij alles ermee aan elkaar geplakt. En het plakte ook nog. Wil je wat eten? Ga lekker zitten. Nou, er is ook niks veranderd, hè? Hé, hey, als jij vanavond niks te doen hebt, zullen we samen naar de Shiva gaan? Ik ga uit met Mirjam.
Jij en Mirjam? Nou, dat had ik nooit gedacht. Dat weet je zeker? Ik vind dat prachtig. Ik laat haar niet beledigen, dat pik ik van niemand. Dus ook niet van jou, begrepen? Ik sta nu wel heel erg lang te wachten. Kunt u misschien even bellen? Ja, goed, dat begrijp ik. Maar kan ik zo snel mogelijk de resultaten van die autopsie krijgen? Ja, dat zou heel fijn zijn, ja. Goed, bedankt. Ja, jou moet ik eens eventjes spreken. Wat nu weer? Oh, ben ik nou alweer die panties vergeten? Nou, ik ga ze even uitspreken. Nee, eventjes serieus. Ga zitten. Nou, wat is er? Ik heb Jeff Albers gesproken. Ah nee, moest dat nou? Ja, hij kwam naar mij toe, ik niet naar hem. Maar hij heeft met Laura gepraat. En wees maar niet bang, ik heb je vriendinnetje heus niet verraden. Maar ik wil jou wel even zeggen dat ik het absoluut niet waardeer dat jij meegaat in dat gelieg. Jeff die heeft het al moeilijk genoeg de laatste tijd, dus ik weet niet of dit er nog bij moet. Hij maakt het er zelf naar. Als hij wat soepeler zou zijn, zou hij Jan niet hoeven liegen. Wie zegt dat hij dit niet soepel zou opnemen? Alleen die man die krijgt de kans niet om iets te zeggen omdat jullie tegen hem liegen. Ja, jij ook. Jij ligt in commissie. Zolang jij het opneemt voor Dian en Mark, werk je ook mee. Ach, doe niet zo stom. Je kent Jeff Alberts, toch? Als hij erachter komt, dan kan Dian wel inpakken. En wat mij betreft is het zijn eigen schuld. Als hij niet zo'n bekrompen, mislukte huisvader zou zijn, zou het niet zo lopen. Gaat u zitten, meneer Alberts. Mijn excuses voor het lange wachten. Onze afspraak was mij volledig door het hoofd geschoten. Ja, de ophanden zijn de fusie kost erg veel tijd en romslomp. En wij doen ons best onze cliënten daar zo weinig mogelijk van te laten merken. Maar dat lukt dus niet altijd. Nogmaals, mijn excuses. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wij zijn in principe geïnteresseerd in uw ideeën. Het product is origineel en er zal een ongetwijfelde markt voor zijn. Een kleine markt, dat wel, en een risicovolle markt. Ja. Zo, op het eerste gezicht zou ik zeggen dat wij bereid zijn u een langlopende lening te verstrekken, mits daar uiteraard een aantal garanties van uw kant tegenover staan. Ja, wat die markt betreft, daar moet natuurlijk nog onderzoek naar worden gedaan, maar de prognose is gunstig. Als u hierin kijkt, vindt u alle details... Ja, mijn verhaal is nog niet af. Ziet u, de reden dat wij zo'n positief beeld hebben over dat idee van u, is dat wij nog niet zo lang geleden een tot in details uitgewerkt businessplan hebben ontvangen van een project dat sterk lijkt op de uwe. Van een andere onderneming dan de uwe. En met die onderneming zullen wij doorgaan omdat we al lange tijd een bankier zijn. Kan dat nou? Het idee is zo uniek, daar komt toch niemand anders op? Ja, dat heb je vaker. Jaren hoor je er niks van en dan opeens schijnt de tijd daar rijp voor te zijn. Kan ik vragen welke onderneming dat dan is? Ja, dat is hoogst ongebruikelijk. Het is een kleine wereld, dus ik kom er toch wel achter. Ach, u mag het eigenlijk best wel weten. Dat kan geen kwaad. Van Houten Electronics is u voor geweest. Frits van Houten?